1976. Dat ik jullie hier in deze Overvalkerk mag verwelkomen. Dag ouders, broers en zussen. Dag familieleden en vrienden van deze jongvolwassenen. Ik ben heel blij jullie te komen begroeten. Iets streelt de ziel meer dan een andere ziel. Jawel, in deze viering krijgt ook de ziel een voorrecht plaats. Vormelingen, toen jullie ongeveer 12 jaar geleden werden geboren, waren je ouders heel trots en blij. Maar ook happy. Familieleden stonden al terug bij je bedje en schreven je kenmerken toe van een of ander familielid. Jawel, je behoorde echt tot de familie. En dan brachten je ouders je naar de kerk. Dan werd je gedoopt. Jouw doopnaam werd in een heel dik boek geschreven. Misschien was die plechtigheid wel heel hartroerend en was je doopfeest keigoed. Dat zijn dingen die je van anderen hebt moeten horen. Maar nu zijn jullie geen kleine kinderen meer. Nu nemen jullie zelf het heft in hand. Maar vooral hier, met hart en ziel in deze viering terug, wacht mij eerst nog een heel belangrijke taak. Ik wil graag, in naam van alle aanwezigen, de vorige marktfamilie verwelkomen. Straks zal hij jullie de handen opleggen en jullie zal de kies doen. Het teken dat ons beert dat jullie vanaf vandaag resoluut kiezen voor Jezus. Vandaag krijgen jullie zijn gevoel.